Nou, we zijn vanmorgen zijn we om 10:30 vertrokken. En we staan nu weer op onze camperplaats voor de aankomende 3 dagen, hopen we. Verhalen zijn dat je hier wel eens weggestuurd wordt, maar als dat zo is, dan gaan we weer. En zo niet, blijven we hier lekker een dag of 3 staan. Of misschien wel 4. Je staat gewoon letterlijk, nou ja, niet letterlijk, maar je staat figuurlijk met je voet in het water. Leuk stukje hier zo hoor. En hebben we lang moeten zoeken naar ons plekje? Nee. Mooi plekje zo. Ja, wij kwamen aanrijden. Waarschijnlijk is er net een andere vertrok. Dit hadden we niet verwacht dat we meteen vooraan konden staan. Ja, we hadden eigenlijk verwacht dat we tot vanmiddag moesten wachten totdat we ergens konden gaan staan. Maar dit is wel heel erg perfect, ja. Vanmiddag schijnt het zonnetje weer. Straks tegen 1 uur of 2 gaat de zon schijnen. Heerlijk. De temperatuur is prima nu. Ja, het is 21, 22 graden. Nee hoor, helemaal perfect. Hè? Zeker weten. Eventjes bij het water kijken, schat. Is goed. Er zitten ook 2 aalscholvers daar. Aalscholvers. Mooi is die, vind ik. Hij staat hier geweldig. Echt leuk. Ik denk dat we hier wel eventjes kunnen staan. Ik denk dat we zo meteen de stoeltjes gaan pakken en dat we voorlopig niet meer weggaan hier. Was je zo zenuwachtig over, hè? Of je wel plekjes zou hebben? Nee, ik was niet zenuwachtig of ik wel een plekje zou hebben. Ik ben zenuwachtig of we hier wel 3 dagen kunnen blijven staan. Ja, waarom zou je dat niet kunnen? Geen idee. Ja, maar... Prima zo. Blauw idee. Ik sta hier best. We zijn een stukje naar boven gelopen om met de hondjes uit te laten. Kijk, er komt er een hondje aanlopen en die komt ons even begroeten. Die 3 van mij, die 2 van mij, die worden helemaal gek. En hij is 1 groot blij ei. Vanmorgen is de politie al langs geweest, Guardia Civil is langs geweest. Dus ik vermoed dat het wel goed gaat komen hier vannacht. We zijn een stukje bos ingelopen. Ik denk dat het 10 graden scheelt met beneden. Onder de bomen in de schaduw. Helle is. Het is wel even lekker. Zo, het zweet liep met mijn stralen over mijn rug heen toen we naar boven gingen. Ja, ik weet niet waar we uitkomen. Misschien zitten er wel wolven. Ja, gelukkig heb ik mijn zaklamp bij me. Helle is. Zeg je? Zaklamp mee, ja, als de wolven zitten, hè? Ja, maar hier zit niks. Nee, gelukkig niet. Nou, gaan we weer verder lopen. Nou, we hebben het pad gevonden wat we eigenlijk aangewezen gekregen hebben door de buurman. We zijn onder de bomen vandaan. En dit is het pad. Geen idee waar het heen gaat. Liet je even een foto opmaken. Het komt misschien niet zo uit. Maar het is echt heel woest hier. Nou, we zijn door het bos heen gelopen en dan komen we nou langs de kust lopen we terug. Overal zijn mensen aan het picknicken. Overal zijn mensen van het weekend aan het genieten en ze zijn overal aan het vissen. Leuk, gezellig. En daar achteraan staan we. Kijk, er lopen daar vogeltjes lopen daar zo over dingen heen. Ik heb geen idee wat voor vogeltjes het zijn. Maar Rex vindt ze heel leuk. Leuke beestjes. Ja,
er een heleboel. Zo rustige zee. Straks eventjes een stukje in een pootje waaien. Hé Lies? Het was wel romantisch, hè? Nou ja, je had vanmorgen de camper schoongemaakt, toch? Ja. Zit je toch lekker hier dan? Heerlijk. Even een eten. Het is gauw warm, hè? Het is een, als die bewolking weg is, dan is het gewoon in één keer weer... Van 20 naar levensgevaarlijk. Het uitzicht is hier ook wel een stuk beter als op de camperplaats. Mooi hoor. Echt geen zin in dat. Ik ben toen net even lekker met Bram in de zee geweest. Maar ik heb het niet helemaal goed doordacht. Als die er namelijk uitkomt en hij is nat. Dan gaat hij door... door de mond heen rollen. Hè? Vet lel. En dan een grijze Bram. Een grote modderbal is het. Niet te geloven. Hij ziet er niet uit. Voor straf in de zon liggen dat hij droog is. En dan kijken of we hem schoon kunnen krijgen.